Goedemorgen allemaal, ik ben Salar Darwish van InSpark. Welkom bij de webinar Security. We gaan zometeen starten met de eerste sessies. Twee van onze lead consultants bij InSpark die gaan de sessies vandaag presenteren. Wij hebben hier twee van mijn collega's, Dirk van der Wouden en Frans Oudendorp, altijd lead consultants, die gaan het vandaag hebben over AVG, GDPR en welke zaken moeten we op de orde hebben en de security mogelijkheden met Microsoft 365, E3 en E5. We hebben drie sessies van 15 minuten en daarna hebben we ook ruimte voor vragen. Dus mochten er vragen zijn, dan kunnen jullie de vragen via de webinar tool indienen en dan gaan we achteraf die vragen beantwoorden. Nogmaals bedankt voor jullie aanwezigheid en ik geef het door aan mijn collega Dirk. Yes, dankjewel. Goedemorgen allemaal. Deze presentatie is al een keer gegeven samen met Martin Vlim van Microsoft. Dit is een korte recap in 15 minuten. De GDPR, General Data Protection Regulation, is een nieuwe wet die al in werking is. En waarvan 25 mei 2018 er boetes worden uitgedeeld als men niet voldoet aan de wet. Althans, men zal eerst een waarschuwing krijgen. De Nederlandse vertaling van de GDPR is de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. En dat is een 1-op-1 vertaling. Er zitten geen aanvullende eisen of wensen in de wet. Next slide. Wat is persoonlijke data? We hebben twee typen persoonlijke data. We hebben persoonlijke data zoals naam, e-mailadres, social media post, adresgegevens. En we hebben gevoelige persoonlijke data, medische gegevens, politieke voorkeur, geloofsovertuiging. Persoonlijke data is data die herleidbaar is terug naar een natuurlijk persoon. De wet bestaat uit twee onderdelen. De rechten en plichten. De rechten van een EU-resident. EU-resident is een ingezetene van Europa. Dus niet altijd een inwoner van Europa, maar een ingezetene. Dat betekent dat als iemand uit Amerika komt, op vakantie gaat in Europa, op het moment dat hij de Europese grenzen betreedt, dat de wet voor hem van werking of de wet hem gaat beschermen. We hebben ook plichten voor de organisaties. We hebben een data controller en een data processor. De datacontroller is de dataverantwoordelijke en dat is de organisatie die de data binnenkrijgt, binnenhaalt. De dataprocessor is de organisatie die data verwerkt namens de datacontroller. Als we die relatie hebben, moet er een geschreven contract zijn tussen de datacontroller en de dataprocessor. Written contract, zoals het staat in de wetgeving. De rechten van de data subject zijn als volgt. Hij of zij kan toegang tot zijn persoonlijke data vragen. Het wissen van zijn persoonlijke data, oftewel rights to be forgotten. En het wijzigen van fouten in zijn persoonlijke data. Ook kan gevraagd worden om persoonlijke data te exporteren in leesbaar formaat. Om eventueel te importeren in bij een andere organisatie. De plichten voor de organisaties zijn global scope, privacy by design, data breach notification, evidence of risk mitigation en de data protection officer moet het zijn. De global scope, zoals net genoemd, ondanks dat de wet geldt voor EU residents, is de wet wel van toepassing voor de hele wereld. Dus als wij als Nederlandse inwoner onze gegevens aanmelden bij Google als voorbeeld, dan moet Google aan de wet voldoen aan de GDPR. Privacy by design. Het aspect is eigenlijk zo dat vanaf het moment van het start van een project of het ontwerpen van een product moet er over security worden nagedacht vanaf dag 1. Meestal denkt men alleen naar over de functionaliteit, maar security moet vanaf dag 1 gewoon in het project betrokken worden. Data breach notification. Als er een datalek is of geconstateerd, moet binnen 72 uur de AP moet worden genotified en alle betrokkenen waarvan de gegevens mogelijk gelekt zijn, of via e-mail of via een website.
als de data goed beveiligd is, bijvoorbeeld MDM of MAM op mobiele telefoon, hoeven de betrokkenen niet genotified worden. De AP wel, maar dan met uitleg van, we hebben een datalek gehad en op deze manier hebben wij maatregelen getroffen om het datalek te minimaliseren. Evidence of risk mitigation. Organisaties moeten aantonen hoe zij maatregelen hebben getroffen om het risico te minimaliseren van datalekken. Nou, dat is bijvoorbeeld een security audit, het schrijven van een security architectuur of ontwerpen bij projecten. Tevens moeten ze aantonen bijvoorbeeld dat websites gebruik maken van HTTPS om toch de data veilig over de lijn te krijgen. En de volgende slide is de data privacy officer, ofwel de data protection officer. Als wordt voldaan aan deze drie richtlijnen, de publieke autoriteit, op grote schaal het proces van large-scale systematic monitoring, oftewel cameratoezicht, of op grote schaal het verwerken van de gevoelige data die in de vorige slide zijn genoemd, dan moet men een DPO aanschaffen. Als organisaties meer dan 250 medewerkers hebben, moeten ze een register bijhouden van alles wat zij doen met de persoonlijke data. Nou, een DPA of een PIA, een Protection Impact Assessment, is een proces om een soort risk assessment op een project, op een product, op een proces om te kijken wat is de impact van de GDPR op dat stukje, zeg maar. En daar komt dan ook een rapport uit en er kunnen eventueel aanvullende maatregelen voor worden getroffen. Ook deze is vereist als aan de drie bullets in de slide moet worden gedaan. Het is ongeveer gelijk aan wanneer men gevoelige data verwerkt. Nou, dan komen we naar de structuur van een organisatie in relatie tot security. Nou, linksbovenin, de CISO is verantwoordelijk voor het informatiebeveiligingsbeleid. Stel dat dit bedrijf Coca-Cola was geweest, dan zou die persoon het geheime recept van Coca-Cola moeten bewaren, zeg maar. Aan de rechterkant staat de Data Protection Officer. Die persoon is verantwoordelijk voor het data privacy beleid, dus het beschermen van de persoonlijke informatie van EU residents. Nou, die twee beleidsstukken kunnen over worden gedragen aan de IT-afdeling die dan uit maatregelen gaat implementeren, zoals bijvoorbeeld de Microsoft Security producten. De onderste laag is het control vlak, Security Operations Center. Dus controleren of het beleid goed is toegepast, maar ook de security maatregelen van Microsoft als Security Operations Center inrichten om te kijken van welke breaches hebben wij of kunnen er bijvoorbeeld voorkomen. Nou, de aanpak van de GDPR is als volgt. Dit is zowel de in Spark als de Microsoft aanbevolen methodiek. Discover, Manage, Protect, Report. Nou, in de discoverfase is het van belang om te identificeren welke persoonlijke data bevindt zich binnen mijn organisatie. Waarbij wij in de manage fase gaan kijken, wat is de governance van die data en hoe is de dataflow? Komt het binnen op een website, wordt het doorgemaild of geëxporteerd naar een database, gaat het naar derde partijen? Dus inzicht krijgen in de flow van de data en het beheer van de data. Nou, in de protectfase, dus dan is ook het beleid opgesteld, dan kunnen we gaan kijken welke passende maatregelen kunnen worden gebruikt om de data optimaal te beveiligen. In de aanvullende presentaties in de Microsoft 365 E3 en E5 zullen die security maatregelen worden gepresenteerd. En als laatste hebben wij de reportfase. Het voordeel van Office 365 en Azure is dat er heel veel rapportage te vinden is. Audit logging staat aan, dus als er een verzoek komt tot evidence of risk mitigation of er vindt een audit plaats, dan kunnen heel eenvoudig alle rapporten worden uitgewerkt, zeg maar, met die informatie. Nou, deze sla ik heel even over, die gaan we in de volgende presentaties bespreken. En als ik kijk naar de tijd. De sanctions, oftewel de boetes. Als niet wordt voldaan aan de wetgeving, krijg je niet meteen een boete. Er zal eerst een waarschuwing volgen waarna audits zullen volgen om te kijken of je wel aanvullende maatregelen aan het treffen bent. Als uiteindelijk toch boetes worden uitgedeeld, kunnen die oplopen tot 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet. Welke van beide het hoogst is. Nou, ik heb even kort nog even afkortingen gebruikt. De Data Protection Officer heet in het Nederlands de FG, de Functionaris Gegevensbescherming. De Data Subject
het individu. De data controller is de gegevensverantwoordelijke. Data processor is de gegevensverwerker. En daarmee ook een written contract is een verwerkersovereenkomst. Wat in de WBP, de Wet Bescherming Persoonsgegevens, nog een bewerkersovereenkomst heet. De next step, bijvoorbeeld de GDPR assessment van Inspark afnemen. Ik kan hierbij zeggen, het is een 2,5 dag assessment. Waarvan de klant 1 dag betaalt, Inspark betaalt 1 dag. En Microsoft betaalt de halve dag. Nou, dan geef ik nu het stokje over aan mijn collega Frans. Goedemorgen. Dan beginnen we met de techniek. Dus welke technische oplossingen biedt Microsoft 365 voor gebruik in onze omgeving om gegevens te beschermen? Nou, als we dan gaan kijken naar Microsoft 365... twee licentiemodellen, de E3, waar vooral de basis security functionaliteiten in aanwezig zijn. En waar E5 de extra security features toevoegt om ook een stuk extra persoonlijke data te beschermen indien dat noodzakelijk is. Nou, als we dan beginnen met Windows 10, wat onderdeel is van Microsoft 365, de E3. Waar we standaard in de enterprise variant al een hele hoop security features hebben om te gebruiken. Windows Defender Antivirus is bekend, wordt veel gebruikt. We hebben de firewall die we automatisch aan hebben staan. BitLocker, wat ik gelukkig veel zie toegepast worden. Waardoor de schijf encrypt is, waardoor gegevens, mocht een apparaat gestolen worden of iets dergelijks, waardoor gegevens in ieder geval beschermd zijn voor ongeoorloofde toegang. Nou, Microsoft Edge als de meest veilige browser toegepast is binnen Windows 10. Windows Defender Smart Screen, waar gebruik gemaakt wordt van technieken om malicious websites, en bekende malicious websites, om die te blokkeren. Maar dat niet alleen vanuit de Defender, de Edge-omgeving, maar ook vanuit applicaties. Uiteraard hebben we Windows Hello for Business. Daar zal ik zo meteen wat uitgebreider op terugkomen. Exploit Guard, Device Guard, Credential Guard, Application Guard en Information Protection. En dan zullen we die laatste, daar zullen we even wat nader bij stilstaan. Nou, als we gaan kijken naar Exploit Guard, hebben we daar 4 onderdelen. Binnen Exploit Guard, Exploit Protection, Attack Surface Reduction, Network Protection en Controlled Folder Access. Nou, Exploit Protection, dat zorgt ervoor dat individuele applicaties en systemprocessen beveiligd worden voor exploits. Attack Surface Reduction, waar Office applicaties, scripts, zoals JavaScript en dat soort dingen, geblokkeerd worden in die zin dat Office applicaties, als ze handelingen uitvoeren die niet helemaal zijn zoals het zou moeten. Dus executable content creëren, het injecteren in een proces. Dat soort handelingen die worden geblokkeerd. Nou, dat is hetzelfde geldt voor scripts, maar ook voor e-mail. Dus op het moment dat webmail gebruikt wordt, execution of executables geblokkeerd kan worden. Nou, Network Protection, waar middels Smart Screen malicious websites geblokkeerd kunnen worden, kunnen met Network Protection bovenop Smart Screen kunnen onveilige netwerken gedetecteerd worden en op die manier in ieder geval websites en dergelijke geblokkeerd worden. Controlled Folder Access, waar het mogelijk is om systeemfolders, als daar wijzigingen in gedaan worden door bekende programma's, kan dat toegestaan worden, maar heb je zelf andere applicaties geïnstalleerd, en dan wordt die toegang tot die system folders, die controlled folders, die wordt geblokkeerd. En dan is het niet mogelijk om daar malicious zaken te creëren, waardoor het systeem in ieder geval veiliger wordt als het gaat om scripts en al dat soort malicious zaken die doorgevoerd kunnen worden. Nou, gaan we verder kijken, dan hebben we Defender Credential Guard. Wat heel eenvoudig aan te zetten is en waar de credentials
die gebruikt worden op het systeem, waardoor die in een veilige, gevirtualiseerde omgeving komen te draaien, waardoor tools als Mimikatz en andere tools die hackers gebruiken om credentials te stelen, om die te voorkomen en om daar niet mogelijk te maken dat die credentials door ongeoorloofden gebruikt kunnen worden. Nou, dit is de techniek die daarvoor gebruikt wordt. En binnen Windows 10 is dat beschikbaar en eenvoudig aan te zetten. Nou, zaken die wat lastiger in te regelen zijn, is onder andere Application Guard. Application Guard, Microsoft Edge kan daar gebruik van maken. Dan kun jij Microsoft Edge in een gevirtualiseerde omgeving laten draaien, waardoor op het moment dat je een website benadert dat in een stukje gevirtualiseerde omgeving is, wordt er vanuit die website scripts afgevuurd, content gedownload of iets dergelijks, dan is dat binnen die virtuele omgeving, waardoor je operating system daar geen invloed van heeft en waardoor hackers of anderen lastiger in jouw systeem kunnen komen, zo niet geheel onmogelijk. Windows Information Protection, ook een feature binnen Windows 10 Enterprise, waarmee het mogelijk wordt om persoonlijke data en corporate data te scheiden van elkaar. Het is mogelijk om alle, bovenop BitLocker, alle zakelijke data te encrypten, zodat op het moment dat iemand uit dienst gaat, de data ook vervolgens niet meer benaderbaar is. Ook al staat die op het apparaat die gebitlockerd is, maar de zakelijke data is bij uit dienst vervolgens niet meer te gebruiken. En hierdoor krijg je eigenlijk application management bovenop Windows 10, waardoor je de data onder controle houdt. Nou, als laatste hebben we Windows Hello. Windows Hello, ik denk voor ieder wel bekend. Windows Hello maakt het mogelijk om extra security op je login toe te voegen. Waardoor je niet meer met je wachtwoord aanmeldt op Windows 10. Maar door gebruik te maken van een pincode, een smartcard, gezichtsherkenning. Dat zorgt ervoor dat op het moment, als er een keylogger aanwezig is of wat dan ook, je hebt je wachtwoord in ieder geval niet gestolen wordt. Nou, hebben ze dan wel de pin? Ja, maar de pin is bijvoorbeeld alleen voor het apparaat. En daarmee kom je niet vanaf een andere werkplek in je Office 365 omgeving, om maar een voorbeeld te noemen. Nou, alle verdere veilige aanmeldmethodes die Microsoft ontwikkeld heeft, dan wel gaat ontwikkelen, zullen in de Windows Hello, dan wel Windows Hello for Business omgevingen beschikbaar gaan worden op het Windows 10 platform. Nou, dat wat Windows 10 betreft. Als we gaan kijken naar de basic features voor security als het gaat om Office 365. Nou, dan hebben we daar een aantal standaard mogelijkheden al. Native op Exchange zitten, native op SharePoint zitten, waar de cloud zoals Microsoft die levert sowieso veilig is. In die zin dat de omgeving encrypted is, beveiligd is, toegang tot datacenters die geregeld zijn en al dat soort zaken. En daarbovenop zijn nog een aantal andere zaken. Op het moment dat je Office 365 afneemt, krijg je daar data loss prevention. Krijg je daarbij, je hebt de mogelijkheid om rights management en message encryptie te gebruiken. Dus daar heb je geen andere zaken voor nodig op het moment dat je E3 licentie hebt. En je hebt de mogelijkheid om mobile device management, maar ook Azure multifactor authenticatie te gebruiken. Daarvoor heb je niet per definitie Azure Active Directory licenties, dan wel een Intune licentie nodig. Je hebt de mogelijkheid om het te gebruiken met wat beperktere functionaliteit. Mocht je daar meer van willen weten, laat het en na deze webinar laat het weten, dan kunnen we daarover verder in gesprek gaan. Dat wat Office 365 betreft, zijn Office 365 zijn redelijk basic
security features. En Derek zal straks terugkomen op de E5 security features, die binnen Office 365 veel uitgebreider zijn en die vanuit E5 ook te gebruiken zijn. Enterprise Mobility, E3, daar hebben we uiteraard Azure Active Directory, weer multifactor authenticatie. Maar multifactor authenticatie binnen Azure Active Directory is uitgebreider dan wat binnen Office 365 zit bijvoorbeeld. Hier hebben we de mogelijkheid om Azure multifactor authenticatie te gebruiken, maar daarnaast hebben we ook de mogelijkheid om een on-premise multifactor authenticatie server te implementeren. Voor bijvoorbeeld Radius, wat native vanuit Azure multifactor niet te gebruiken is. Daar zijn wel ontwikkelingen op dit moment, zoals een MPS-extensie die gebruikt kan worden. Maar daar zit in ieder geval verschillen ten opzichte van Office 365. Nou, conditional access kom ik zo nog op terug op de volgende slide. Self-service password reset hebben we als security feature, waardoor we de gebruikers de mogelijkheid kunnen bieden om zelf het wachtwoord te resetten. Microsoft Intune zal ik straks nog op terugkomen. Information protection, waar we gebruik maken van het beveiligen van data. Om met labels en met andere zaken data te beveiligen voor op het moment dat die data ook daadwerkelijk gedeeld gaat worden. Nou, Advanced Threat Analytics is de laatste van de producten binnen E3. Wat gericht is op een on-premise omgeving. Maar zal ik straks nog even kort op terugkomen. Als we dan gaan kijken naar Azure Active Directory. En het Conditional Access binnen Azure Active Directory. Nou, waar we mee beginnen, Conditional Access, veilig toegang krijgen tot onze omgeving, dan wel tot de gegevens in die omgeving. Nou, we kunnen daar gebruik maken van condities, locaties, applicaties, gebruikers en apparaten. En kijken wat de status is van die apparaten, wat de status is van je gebruiker en al dat soort zaken. Nou, daar kunnen we condities op toepassen, policies, machine learning. Al dat soort zaken. Nou, dan wordt dan gekeken hoe dat dan plaatsvindt. Nou, is een policy, is die actief? Dan kan daar vervolgens ook daadwerkelijk controls kunnen daarop toegepast worden. Dus op het moment dat iemand binnen kantoor is, hoeft hij bijvoorbeeld geen multifactor authenticatie te gebruiken. Gebruikt hij SharePoint buiten de kantooromgeving, dat hij daar bijvoorbeeld multifactor op afgedwongen gaat worden. Nou, op die manier kunnen we zorgen dat gegevens in onze omgeving, dat die ook daadwerkelijk beschermd worden. Dat wat Azure Active Directory betreft. Als we gaan kijken naar Intune, ik denk dat die voor de meesten wel bekend is en wellicht ook wel in gebruik is. Nou, we hebben drie zaken die we daar kunnen behandelen. En kunnen beheren. Dat zijn unmanaged devices, waarop we bijvoorbeeld met SharePoint session-based controle kunnen doen. Dus binnen een sessie controle kunnen toepassen vanuit Microsoft Intune. Maar ook bovenop een unmanaged device, een mobile application zoals Exchange Online, of de Outlook app, om Exchange Online te kunnen bereiken. Kunnen we binnen de applicatie kunnen we bepalen dat policies afgedwongen worden. Dus dat de data binnen Outlook encrypted moet zijn, dat een pincode afgedwongen is om toegang te krijgen, dat soort zaken. Nou, met een managed device is het natuurlijk het apparaat volledig beheren. En daarbovenop kunnen de applicaties uiteraard ook beheerd worden en policies toegepast kunnen worden. Nou, de laatste, Advanced Threat Analytics. Ik denk wel het product wat het meest onderbelicht is binnen Enterprise Mobility. Maar met Advanced Threat Analytics, wat een oplossing is die in het on-premise domein gerealiseerd wordt. En waar
malicious zaken als een past ticket, past hash, dat soort zaken gedetecteerd kunnen worden. Hij controleert de domain controller, dus wat gebeurt er op het identity in de on-premise omgeving. Nou, abnormal behavior, wat hij detecteert als een anonymous login, password sharing, dat soort zaken, wat binnen de omgeving onbewust operationeel kan zijn, waar hij in ieder geval kan detecteren, zodat je zelf actie kan ondernemen. Maar ook security issues en risks die hij kan detecteren. Dus weak protocols die gebruikt worden voor een service account waar een wachtwoord al langere tijd niet gereset is of aangepast is. Dat kan Advanced Threat Analytics kan dat detecteren en kan je rapporteren. Dus zodat je daar inzicht in krijgt en vervolgens daar ook actie op kan ondernemen. Microsoft evolueert op dit moment ook, en zeker als we gaan kijken naar Advanced Threat Analytics. Microsoft is op dit moment bezig om een nieuw product in te ontwikkelen, dat is Advanced Threat Protection vanuit Azure. Azure Advanced Threat Protection. Dat is in preview op dit moment en dat maakt het mogelijk om ATA, zoals ik het net geschetst heb, om daar toevoeging aan te doen, om ook daadwerkelijk de integratie met Office 365 ATP, wat Derek straks nog zal behandelen, Windows 10 Advanced Threat Protection, waar Derek straks nog op terugkomt, om die drie in één geheel te krijgen, zodat ook op het moment dat er een incident plaatsvindt, dat je de hele chain terug kan zien en waar maatregelen genomen moeten worden. Dat is in vogelvlucht de security features binnen E3. En dan geef ik graag het woord weer terug aan Derek om de security features binnen E5 te bespreken. Dankjewel. Microsoft 365 E5 security features. Windows 10 Enterprise E5 heeft één product in de licentiesuite en dat is Windows Defender Advanced Threat Protection. Het verhaal hierachter is, Microsoft heeft een red team en een blue team. Beide teams bestaan uit ongeveer 30 personen. En het red team wordt goed betaald om alles te hacken wat los en vast zit. En het blue team wordt betaald om te achterhalen wat het red team doet, hoe ze zijn binnengekomen en hoe dat de volgende keer te voorkomen is. Nou, een van die uitkomsten is het product Windows Defender Advanced Threat Protection, waarbij je de hele flow van een attack kunt volgen op een werkplek en hoe het zich verspreidt over het netwerk. En je kunt ook acties ondernemen om die attack te stoppen, zeg maar. Normaal komt men er gemiddeld na 200 dagen achter dat iemand op jouw netwerk zit, een hacker. Met deze tool is het een kwestie van minuten geworden. Hele mooie tool, maar zoals ik al in mijn eerste slides vertelde, je hebt echt een SOC-omgeving nodig, mensen die actueel de omgeving in de gaten houden wat er gebeurt. Want er komt heel veel informatie uit als het fout gaat. Office 365 Enterprise E5. Nou, hier zitten de meeste security features in. Zes. Ik ga ze stuk voor stuk even behandelen. Office 365 Advanced Threat Protection. Nou, wat is het probleem? Een korte uitleg van een zero day. Elke software heeft bugs. Als die bugs als misbruik kan worden gemaakt, bekend bij één of twee personen, dan spreek je over een zero day. Meestal zijn dat overheden of grote hackersgroepen. Maar op het moment dat die bug wordt gefixt door de leverancier, dan wordt er een update gereleased. Nou, als die update wordt uitgebracht, is die over de hele wereld bekend en ook bij duizenden script kiddies. Ook in relatie tot patch management, als jij niet de security updates gaat uitvoeren, dat betekent dat je vulnerable bent voor heel veel zero days. Nou, een van de oplossingen om zero days te voorkomen, tegen te gaan, is Office 365 Advanced Threat Protection. Office 365 Advanced Threat Protection werkt op dit moment op de e-mailvoorziening. Ik kom zo nog even terug op het andere product waar het gaat van toepassing van zijn, maar op e-mail werkt het op twee niveaus, op attachments en op links. Als er een attachment wordt verstuurd of wordt ontvangen in een mailbox, wordt op dat moment in Azure een virtual machine uitgerold met de Office Suite, Adobe Acrobat erop. Dat duurt circa
enkele minuten, 1 à 2 minuten, en dan wordt het attachment geopend, er wordt gekeken wat gebeurt er, waar wordt er in de registry geschreven, waar wordt informatie naartoe verzonden. En als het blijkt dat het een zero day is, zeg maar, dan wordt de bijlage tegengehouden. SafeLinks wordt gekeken naar een reputation database, dus waar in de wereld is deze URL van toepassing, en ook hier zit de sandbox in principe in. Alle informatie die gevonden wordt door Office 365 ATP wordt binnen 6 uur teruggezet in Office 365 Exchange Online Protection, dus de antivirus, anti-malware oplossing voor de reguliere e-mailvoorziening. Nou, wat sinds vorige week in preview is, zit in hetzelfde licentiemodel, is Office 365 ATP voor SharePoint, OneDrive for Business en Teams, zodat over de hele datalocaties binnen de Office 365 Cloud ATP kan worden toegepast. Het is op dit moment in preview. Office 365 Cloud App Security. Even goed lezen dat er Office 365 voor staat, want we hebben straks nog een echte Cloud App Security, als je het zo wil noemen. We kennen het allemaal, identity theft, worden secrets verkocht op de dark web. Een hele belangrijke is ook shadow IT. Dus we zien tegenwoordig dat heel veel data wordt verwerkt binnen een organisatie, maar als die wordt gedeeld met derde partijen, bewust of onbewust, gaat het misschien via de e-mail, men kan een box of een Dropbox account aanmaken. Om shadow IT inzichtelijk te maken, is Cloud App Security gemaakt. Dat is een van de controls. Dus samengevat, wat doet Cloud App Security? Het maakt Shadow IT inzichtelijk. Het maakt inzichtelijk het gebruik van Office 365. Dus dat is een positief ding. En het kijkt naar anomalies op de infrastructuur. En een voorbeeld daarvan is als iemand bijvoorbeeld uit dienst gaat, gaat hij of zij vaak, niet altijd, heel veel bestanden kopiëren om mee te nemen naar de conculega. Met dit product maak je dat inzichtelijk, zeg maar. Het werkt op basis van thresholds, bijvoorbeeld meer dan 30 downloads in 5 minuten. Of meerdere logon attempts op een app. Dus dat is Cloud App Security. Vroeger noemde men dit de light version, want er is nog een zwaardere versie. Het verschil ga ik zo nog even toelichten. Customer Lockbox. De minst belangrijke feature van de E5, het is een feature waarmee als een IT'er een service request aanmaakt in de cloud, dat betekent dat Microsoft mensen toegang gaan krijgen voor een bepaalde periode tot de data van de organisatie. Met deze feature enabled betekent dat een manager bijvoorbeeld van de on-premise organisatie akkoord moet geven dat inderdaad de Microsoft persoon toegang krijgt tot de data van de on-premise organisatie. In de praktijk zie ik dit niet veel toegepast, maar weet dat het beschikbaar is. Spoof Intelligence. Even een verhaal hierachter. Dit zijn bepaalde voorbeelden. Enkele jaren geleden was er een Amerikaans bedrijf, beursgenoteerd, die was bezig met een Chinese overname. Op een gegeven moment kreeg de hoofd van de afdeling financiën kreeg een mail van de CEO van wil je 60 miljoen overmaken naar dit Chinese bankrekeningnummer ten behoeve van de overname, maar hou het even stil, want we zijn beursgenoteerd. Nou, het bedrijf had een vier-ogen-principe, maar de CEO en hoofdfinanciën zijn de vier ogen die gevalideerd waren om die transacties te mogen maken. Dus zij maakt dat geld over, enkele uren later loopt zij door het kantoor en komt de CEO tegen. Dus ze fluistert in zijn oor, ik heb het geld al overgemaakt, goed hè. Zij antwoordt van welk geld, welke mail. Nou, Spoof Intelligence maakt inzichtelijk of er misbruik wordt gemaakt van de e-mailomgeving van de klant. Als je niet de voldoende maatregelen hebt getroffen, zoals DNS, SPF, DKIM, DMARC records, kan men jouw e-maildomein spoofen en dit soort mailtjes versturen. Met Spoof Intelligence maak je het zichtbaar en kun je ook acties ondernemen om het wel of niet toe te staan. Je krijgt dus inderdaad inzichtelijk welke accounts op welke domeinnamen het van toepassing is. Het is eigenlijk een hidden feature, want je komt hem niet tegen in de documentatie bij Microsoft. Maar dit is wel een feature die de E5 licentie vereist. Ik vind hem heel krachtig omdat ik vanuit de e-mailhoek kom. En je merkt toch dat de meeste attacks vinden toch plaats via de e-mailomgeving.
Threat Intelligence. Nou, dit zijn afbeeldingen die je niet wil zien op jouw computerscherm. Het is ransomware. En Threat Intelligence maakt zichtbaar op globale schaal, dus op basis van big data, alle tenants wereldwijd. En binnen jouw tenants, wie de meest aangevallen personen zijn. Je ziet tegenwoordig dat, vroeger werden de mailtjes verstuurd van, mijn neef in Afrika is overleden en die laat 10 miljoen na aan jou, heel slecht geschreven. Nou, daar trapt niemand meer in. Tegenwoordig kijkt men op LinkedIn, men kijkt op Facebook. Men gaat echt getarget, gericht het C-level management mailtjes sturen om toch via phishing credentials te verkrijgen. Aan de threat intelligence maak je dit zichtbaar. En ook de wereldwijde threats. Dus als bijvoorbeeld healthcare aangevallen wordt, wat een tijd geleden bij het WannaCry virus was, kunnen andere healthcare organisaties wereldwijd gealert worden. Jongens, let even op, dit is er gaande wereldwijd. Advanced Data Governance, ook een product wat bij niet veel mensen bekend is, maar wel een heel belangrijk product, zeker in relatie tot de GDPR en de AVG. Als voorbeeld, de gemiddelde datagroei bij een organisatie is 50% per jaar. Er is heel veel data, men durft het niet weg te gooien, want het kan misschien van een collega zijn, dus het wordt alleen maar meer en meer en meer. Nou, met de nieuwe wetgeving bijvoorbeeld, een van de eisen uit de GDPR zijn, data mag alleen verzameld worden met een doel, niet meer dan dat. En als het doel weg is, moet de data ook verwijderd worden. Een heel simpel voorbeeld, als een organisatie een cv van iemand krijgt, die persoon wordt niet aangenomen, moet de cv binnen 4 weken verwijderd worden. Nou, Advanced Data Governance is een product die data retention en preservation policies maakt op de datalocaties, zoals eerst genoemd, SharePoint, OneDrive, Exchange, Teams, binnen je Office 365 omgeving. Je kunt bijvoorbeeld instellen, op deze SharePoint library of op deze mailbox staat fiscale data die 7 jaar bewaard moet worden. Dat betekent dat automatisch na 7 jaar die data ook verwijderd wordt. Je kunt bijvoorbeeld ook weer, als we teruggaan naar het Coca-Cola voorbeeld, een locatie hebben met de logo's van Coca-Cola. Nou, die wil je niet na 7 jaar weggooien, dus daar zet je een preservation policy op, dat het voor onbepaalde tijd altijd bewaard blijft. Nou, dat is Advanced Data Governance, heel krachtig product. Nou, in Enterprise Mobility and Security zitten 4 producten in de E5 suite. In Azure AD Premium hebben we 2 producten, Azure AD Identity Protection. Het is eigenlijk het pakket wat de identities in de cloud beschermt. Een heel mooi voorbeeld daarvan is, als identities gemaakt of gesynchroniseerd worden naar de cloud, vindt er een validatie plaats op of er bijvoorbeeld accounts niet te koop worden aangeboden op de dark web, via de Tor browser, zeg maar. Het maakt ook inzichtelijk als mensen vandaag om 10 uur in Amsterdam inloggen en om 10:30 in China, dan is dat echt, als je naar de reistijd kijkt wat 10 uur is, een ongebruikelijk inlog. Dat soort zaken worden gemeld en dan kunnen er ook policies aan worden toegekend, dat men bijvoorbeeld verplicht nogmaals MFA moet gebruiken of verplicht het wachtwoord moet resetten. Nou, de tweede feature is Privileged Identity Management. En het is eigenlijk Just-in-Time Administrative Access of soms wel Zero Admin Access. Het betekent eigenlijk dat alle admin-accounts in de cloud geen rechten meer hebben. En je kunt, als jij inlogt op de portal, voor een bepaalde periode toegang verkrijgen tot die specifieke rechten. Je moet ook invoeren waar je die rechten voor nodig hebt. Het wordt ook weer gelogd wat vereist wordt voor de GDPR. En daarmee, door middel van de MFA of zelfs door akkoord van de manager, krijg je ook weer gedurende 1 of 2 uur toegang tot bijvoorbeeld de Exchange Online omgeving om bepaalde activiteiten uit te voeren. En daarna vervallen die rechten weer. Azure Information Protection hebben we in 2 uitvoeringen. In de E3 zit die standaard. Het is, ik denk wel, een van de krachtigste producten in de security suite van Microsoft. Ook in relatie weer tot de GDPR. Wat het doet is klassificatie van data. Vroeger was data beschermd door bijvoorbeeld op een fileshare te plaatsen en te beschermen met NTFS-rechten, dat het niet tussen afdelingen kan worden gebruikt. Nogmaals, als iemand een document had, hij neemt het op een USB-stick mee, het wordt weer gedeeld op Box, Dropbox of gemaild en je hebt een datalek te pakken. Nou, met Azure Information Protection ga je je data klassificeren, want zoals eerder vermeld, je hebt bijvoorbeeld persoonlijke data en gevoelige. Niet alle data hoeft even zwaar beveiligd te worden.
Als de data geclassificeerd is, voorzien van labels, wat gebeurt in de Office Suite, dan worden er extra security maatregelen getroffen. Nou, in de P1-licentie is het een handmatige actie van de eindgebruiker, waarbij je wel een default label kunt aanzetten, bijvoorbeeld internal of public, afhankelijk van de organisatie. In de P2 kunnen door middel van regular expressions automatische klassificaties worden aangebracht. Bijvoorbeeld als er een creditcardinformatie wordt voorzien, kan die geclassificeerd worden als confidential sales. Zit er een PII, een BSN-nummer in, kan de HR-afdeling hem klassificeren. Heel krachtig product. Op dit moment moet ik erbij zeggen, is het alleen beschikbaar in de Windows Office Suite. In 2018 komt hij beschikbaar in de Mobile Suite, in de Web Suite en op de Mac. Nou, dit is de echte Cloud App Security, zoals de mensen het noemen die dit product vaak implementeren. Waarbij Office 365 CAS Cloud App Security een database had van 1000 applicaties, heeft Cloud App Security de echte een database van 30.000 applicaties. Er zitten nog veel meer anomalies in en baseline policies. En wat ook gebruikt kan worden is automatic firewall logging geïmporteerd, zodat Shadow IT inzichtelijk kan worden gemaakt. Zover de presentatie. Volgens mij zitten we binnen tijd en is er nog gelegenheid tot het stellen van vragen. Ja, top. Dank jullie wel, Manu. We hebben nu inderdaad wat Dirk zei. We hebben tijd voor vragen. We hebben al vragen. Even kijken. Ik heb hier een vraag staan. Hoe zit databeveiliging met hybrid omgevingen? Data zowel in Office 365 als on-premise? Ja, het antwoord is, it depends. De meeste producten werken alleen op Office 365 data. Alleen dataclassificatie werkt door middel van metadata op het document. Dus dat kan ook on-premise worden gebruikt. Microsoft heeft zelfs een scanning tool uitgebracht om on-premise file servers en on-premise SQL databases te kunnen scannen. En door middel van regular expressions te kunnen voorzien van een Azure Information Protection label. Dus Azure IP Information Protection werkt zowel on-premise als in de cloud. Andere diensten die we net lieten zien, bijvoorbeeld Threat Intelligence, ja, dat werkt alleen maar in de cloud. Dus, dat is de vraag van Benito. Mochten er andere vragen zijn, we hebben nu ruimte. Dus als er nog meer vragen zijn, dan kunnen we dat ook gelijk beantwoorden. Kijken al eventjes of er nog andere vragen zijn. Mag ik misschien nog een aanvulling? Het prijsverschil tussen de E3 en de E5 is aanzienlijk, laat ik het zo zeggen. Het is niet een paar euro meer. Zoals ik al eerder vertelde, dat bijvoorbeeld data geclassificeerd moet worden en dat meestal van de hele datacollectie 20% hoger geclassificeerd moet worden. Hetzelfde geldt ook voor gebruikers. Een administrator moet je hoger klassificeren qua security dan een normale gebruiker. Zo zien wij ook de implementatie van de E5-licenties. Als jij je gebruikerspopulatie moet klassificeren en voor de reguliere gebruiker de E3-licentie inzet, en voor het C-level management, voor de security-afdeling of voor de R&D-afdeling de E5-licentie inzet, dan heb je best of both worlds, zeg maar. Dus als het kan, E5 voor iedereen is natuurlijk de beste oplossing, maar als je erover na moet denken, is klassificatie wel een tussentijdse oplossing om toch je beveiliging naar een hoger niveau te tillen. Yes. Even kijken. Nou ja, ik denk dat verder. Ik zie verder nog geen vragen hier staan. Maar goed, jullie kunnen ons natuurlijk altijd bereiken voor vragen. Ik wil ook even melden dat deze webinar is opgenomen. En alle deelnemers die krijgen achteraf ook een e-mail met eigenlijk de opname van de presentaties en van de webinar. Bij deze wil ik, ik zei geen vragen, dus laten we gewoon afronden. Ik wil jullie allemaal bedanken voor deelnemen. En ik wil natuurlijk mijn collega's Erik en Frans bedanken voor hun tijd voor de presentatie. En over 2 maanden hebben we weer een webinar van Managed Services. En we gaan een InSpark. En we gaan van tevoren al natuurlijk informeren over het onderwerp. Dank jullie wel en fijne dag verder.